Dat wordt een beetje problematisch, hè? Wat we ook moeten realiseren is dat schedels ons een beetje eng voelen. Ik stond donderdag in het Museum voor Volkenkunde van mijn schedel uit de Azteekse. Hoe we er zelf uitzien, maar hoe we worden afgebeeld. Nou ja, er zijn mensen die op een goede kant hebben. En zeker de eigen tijdse selfie-cultuur. Je hebt hele cursussen. Hoe moet je wel of niet op een selfie staan? Nou, het is een lezing van een uur en misschien heb ik een uur nodig om het echt uit te kunnen leggen. De lezing sluit aan bij de tentoonstelling die hier op dit moment is. Het is een tentoonstelling van stillevens. Een van de thema's daarbij is vergankelijkheid. En daar gaat eigenlijk de lezing over. Niet over de schilderijen hier, maar wel hoe vergankelijkheid, de confrontatie daarmee, eigenlijk via de kunst is opgelost. Dus we ontwikkelen allerlei strategieën, hoe we omgaan met onze eigen sterfelijkheid bijvoorbeeld. Een van die strategieën is schoonheid. Maar hoe mooi mag iets zijn als het gaat over doodgaan? Dat soort dingen komen in de lezing aan bod. We gaan terug tot in een middeleeuwse tijd met grafmonumenten. Hoe mag je als je dood bent uitgebeeld worden? Er wordt een uitstapje gemaakt naar de ukiyo-cultuur in Japan bijvoorbeeld. Waar een hele cultuur bestaat uit een soort ledigheid van genieten en genieten. En vooral niet denken wat er daarna gebeurt. Er wordt een uitstapje gemaakt naar de 17e eeuw en de 19e eeuw om te kijken hoe men daar omgaat met dat soort dingen. En uiteindelijk eindig ik bij onze eigen tijd. Waar we ook kunst hebben, waar we leren om ons eigen einde in de ogen te kijken. Ik wil zeggen, ik doe pronkstillevens. Dat was de duurste categorie die erbij zat. De duurste categorie, en het pronken is eigenlijk een beetje dubbel. Dorian Gray, een jochie wat bloedmooi is, zijn portret ook. En dan zegt zo'n oude meneer tegen hem van, ja, maar dat portret blijft zo en jij wordt ouder. En wat nou als je bezig gaat met zijn godsvermogen zonder heilige? Want wij zitten in die 17e eeuw en het eerste rondje dat ik met jullie maak is de 17e eeuw rondje. Waarom een heilige? Dat hij opnieuw in één keer symbolen pakt en niet dat hij nou puur een christelijk schilderij is. Absoluut niet. Hij vindt het leuk om te spelen met bepaalde symbolen die bepaalde waarden hebben. Om zeg maar een extra laag toe te voegen aan zo'n schilderij. Heel indrukwekkend. En ja, die lezingen, geeft u die vaak? Ik ben kunst- en cultuureducator van beroep, zou je kunnen zeggen. En naast het lesgeven op hogescholen, onderwijsinstellingen, werk voor musea en dergelijke, geef ik regelmatig lezingen. En ook heel vaak in Almelo, moet ik zeggen. Bedankt en ja, het wordt heel boeiend, dat weet ik zeker. Dank u wel. Graag gedaan.